Hoi, ik ben Tjaling en ik ben 31 jaar en ik heb in 2017 de Stimuleringsprijs gewonnen. Ik heb het prijzengeld gebruikt om een project te doen dat ik eigenlijk al een tijdje een beetje wilde doen. Dus ik dacht, dit is een mooie kans om het verhaal van mijn familie te vertellen. Dus hoe mijn familie uit China naar Nederland is gekomen. En had ik ook een mooi excuus om mijn familieleden te interviewen. Want normaal praten ze niet echt over hun verleden. Maar nu had ik echt een reden om dat te doen. Dus ik heb mijn opa en mijn ouders geïnterviewd. En daar ben ik nu een beeldverhaal van aan het maken. Nou, ik wil dit verhaal heel graag vertellen. Omdat sowieso je in elk dorp of stad wel een Chinees hebt. Dus iedereen heeft wel te maken met de Chinese cultuur of Chinees eten. Maar niemand weet eigenlijk echt het verhaal van de Chinees en hoe zij hierheen zijn gekomen. Er is eigenlijk niet echt veel over bekend. En ik weet zelf eigenlijk, mijn eigen verhaal van mijn eigen familie wist ik niet. Dus ik vond dit een mooi moment om daar een beetje in te gaan graven en een mooi excuus om vragen te stellen aan mijn familie. Want ja, je gaat natuurlijk niet in één keer dat soort vragen stellen uit het niets. En nu had ik een mooi aanknopingspunt om daarover te beginnen. En ik ben wel achter veel dingen gekomen waardoor ik mezelf ook beter begrijp, mijn opvoeding beter begrijp en mijn hele achtergrond beter begrijp. Dus en ik ben daardoor ook heel erg trots op mijn familie, wat ze hebben neergezet en wat ze door erachter zijn te gekomen wat ze allemaal hebben meegemaakt ook door hier te komen. Ja, ik heb als eerste mijn ouders ondervraagd. En ik kon wel merken dat ze er niet vaak over praten. Want ik denk dat ze heel veel dingen zijn vergeten. En het was ook niet heel makkelijk om erover te praten, want het is geen vrolijk verleden. Dus dat is best wel lastig om daarover te hebben. En dan daarna heb ik mijn opa nog geïnterviewd. En mijn ooms en tantes heb ik ook dingen gevraagd. Want die kunnen gewoon goed Nederlands. En mijn opa, nu dat hij nog leeft, dacht ik, oh, dan is dit wel echt het moment. Ik ben wel achter dingen gekomen waarvan ik wel schrok, ja. Zomaar de dingen die mijn ouders vertelden waren voor mij echt een soort fictie. Dat ik bijna niet kon geloven dat ze dit echt hebben meegemaakt. Dingen die ik me niet kan voorstellen dat ik die ooit zou meemaken of dat mijn ouders die hebben meegemaakt. Dus ik ben eerst begonnen met alles op papier te schrijven. En toen heb ik daar eigenlijk een soort script van gemaakt van welke dingen ik wel en niet wil vertellen. Want sommige dingen zijn ook wel heel erg persoonlijk die ik eruit laat. En daar is een soort van rode draad uitgekomen en daar heb ik schetsen van gemaakt. En van die schetsen heb ik weer grotere werken gemaakt. En het is de bedoeling dat ik dus begin in het restaurant. Want het verhaal van mijn familie begint in het restaurant. Zo is de vader van mijn opa begonnen in Nederland. En mijn opa is altijd in een restaurant werkzaam geweest. En mijn ouders ook. Dus dat zijn drie generaties in Nederland die een restaurant hebben gehad. Dus dat is best wel een belangrijk thema in mijn verhaal. Daar begint het ook. En dan alle tekeningen die kunnen aan elkaar worden gelegd. Dus dan wordt het één doorlopend verhaal, zoals eigenlijk een scroll. En de laatste tekening kan ook weer vast aan de voorste tekening. Dus het wordt eigenlijk een rond verhaal. En daarbij zijn de losse tekeningen eigenlijk het hoofdwerk. En ik wil er als bijproduct nog een boekje van maken. Dus dat je een soort van zigzag boekje hebt dat helemaal rondgaat. Het begin van de tekening en het einde van de tekening moet dan ook weer aansluiten op de volgende tekening en op de volgende gebeurtenis. Dus die beperking vond ik wel prettig, want anders dan werd het gewoon te veel of zo. Dan wist ik ook niet waar ik moest beginnen. Het is best wel een groot verhaal. Dus ik moest mezelf ook wel een beetje een beperking opleggen. Het is ook geïnspireerd vanuit een traditionele Chinese scroll. Dat wordt bewaard in een koker. En dat lees je ook, zeg maar, door het open te leggen en dan te verschuiven en open te rollen. Dus daar werd ik door geïnspireerd. En ook omdat het een verhaal is dat begint en eindigt bij het begin. Dus het is een rond verhaal dat begint in het restaurant waar mijn ouders en mijn voorouders zijn begonnen.
Maar ik eindig daar ook omdat ik nog steeds bij mijn ouders werk. Ik help mijn ouders nog in het restaurant. Dus het verhaal wordt ook, is ook letterlijk daar ontstaan. Terwijl ik daar aan het werk was, kwam een oud-tante van mij eten. En toen hadden we het erover hoe ingewikkeld ons familieverhaal eigenlijk is. En dat zij ook niet wisten hoe het nou in elkaar zat. En toen, letterlijk dat moment, heb ik ook gebruikt om mijn eerste tekening van te maken. Dat dat wordt verteld, dat we het daarover hebben. En dan begint de hele geschiedenis. En dan komen we weer in het nu, waar ik dus in het restaurant werk. En samen met het idee van die scroll vond ik het wel mooi kloppen. Een kloppend geheel vormen voor dat idee. Nou, voor als het getoond wordt gaat het zeker niet af zijn. Dat wist ik eigenlijk al lang van tevoren. Want ik heb, misschien heb ik het ook iets te groot gemaakt. Maar ik wil het zeker afmaken. Want het is voor mij ook een soort afsluiting van de geschiedenis. En dan kan ik daarna zelf ook weer verder met mijn eigen proces. Want het is ook voor het eerst dat ik echt een verhaal maak dat zo narratief is. Dus dat het echt zo'n echt een narratief verhaal is. Met een begin en een eind. Normaal werk ik veel vrijer en autonomer, denk ik. Dus niet per se met chronologisch verhaal erin. Dus het is voor mij ook wel een nieuwe manier van werken. Dus ik weet ook wanneer het af gaat zijn. Als het verhaal gewoon, als ik de laatste tekening af heb en hem kan vastmaken aan de eerste, dan is het af. Dus ik hoop dat ik dat dit jaar nog kan afronden. Tijdens het project ben ik ook op een paar zijprojecten gekomen of ideetjes die ik ook wil gaan uitwerken. Dit is papier dat ik heb gevonden uit de tekenwinkel en er stond op window paper. En dat is de plek waar mijn ouders vandaan komen. Dus toen dacht ik, nou, dit moet ik kopen. En daar heb ik nu een tekening op gemaakt. Dus dit is het proces van hoe sambal wordt gemaakt. Ja, ik en mijn zus worden altijd nageroepen met sambal bij of gerechten die je de Chinees verkoopt. Een ander zijproject dat eruit is gekomen is dat ik, je ziet altijd de seizoenen in de Chinese kunst heel erg kitscherig geïllustreerd. En ik wilde daar mijn eigen versie van maken. En ik heb winter al getekend, dat is mijn uitwerking ervan. En dan wil ik nog zomer, lente en herfst gaan illustreren op mijn manier. Ja, ik wil alle mensen van de Viep Westendorp Stimuleringsprijs enorm bedanken, want ik heb er echt super veel aan gehad. En ik vond het ook heel fijn, zulke lieve mensen. En het heeft heel veel voor me gedaan, dus ik ben echt super dankbaar.